Ik ben Peter Gelderblom. Ik ben regisseur. Ik kom hier met de film When Forever Dies. When Forever Dies is een hele curieuze film. In die zin dat het een film gemaakt is van andere films. Ik ben daarom een samenwerking aangegaan met iFilm Museum. Toen ik door de archieven aan het spitten was, toen kwam ik op een gegeven moment een beeld tegen. En dat waren ridders te paard die richting een berg galoppeerden met daarbovenop een vrouw die bijna licht lijkt te geven. En dat was een beeld wat me bijbleef. Maar daarnaast vond ik ook beelden van vrouwenonderdrukking. En toen kreeg ik al snel het idee, als ik zou beginnen met het een en ik eindig met het ander, dan zou ik een verhaal kunnen maken over hoe liefde verandert in haat. Dat zou ik makkelijk kunnen doen door te focussen op één man en één vrouw en gewoon één relatie. En dan zou de truc gewoon zijn om alle mannen door te laten gaan voor dezelfde man en alle vrouwen voor dezelfde vrouw. Je hersenen verbinden die twee beelden meteen met elkaar. Normaal gesproken, als je een film maakt, dan schrijf je een verhaal en dan kies je je acteurs uit en dan ga je met een cameraman in de weer en dan draai je alles op de manier zoals die bedoeld is. En nu is het natuurlijk andersom. Je laat je inspireren door wat je vindt en dan probeer je daarvan één verhaal te maken in dit geval. Maar het komt ook wel voor dat je ineens voor uitdaging komt te staan. Ik dacht in het begin bijvoorbeeld om de vrouw de hoofdpersoon te maken van de film. En dat bleek niet te kunnen, want ik gebruik heel veel hele oude films. En helaas is het zo dat heel vaak mannen daar de motor zijn om het verhaal draaiende te houden. Dus mannen zijn altijd degene die in actie komen en vrouwen reageren meestal daarop. Ik heb grotendeels hele oude films gebruikt om een hele simpele reden. Die films zijn vaak in het publieke domein gekomen. Dus daarvan zijn de rechten vervallen. En dan kom je terecht bij heel veel stille films bijvoorbeeld. Natuurlijk had ik heel graag ook beelden van The Godfather of noem maar wat, Blade Runner willen gebruiken. Je zou zeggen dat als je een film maakt van archief alleen, dat waarschijnlijk niet een heel persoonlijke film gaat worden. Wat ik ervaren heb, is dat eigenlijk het tegenovergestelde waar is. Want uiteindelijk zegt die keuze heel veel over jou. En ik merkte ook dat het op een gegeven moment een dialoog werd tussen mijzelf en het archief. Dat je op een gegeven moment iets probeert te maken, maar dat laat het archief dan niet toe. En dan moet je een andere list verzinnen. Ik zie mezelf meer als een regisseur dan als een editor. Ik denk iemand die alleen monteert niet zo snel op deze film had gekomen. Omdat het toch heel erg gaat over het vertellen van een verhaal en het volhouden van een bepaalde visie. En andersom is het ook zo dat niet elke regisseur deze film waarschijnlijk had kunnen bedenken. Omdat je simpelweg ook wel veel moet weten over montage en hoe montage werkt. Bij mij werkt het monteren en het regisseren heel erg in tandem. Dat mogen duidelijk zijn. Maar toch denk ik dat ik mezelf iets meer zie als een regisseur.